Bondscoach Geert van der Velde, voor de vierde keer in Dutch Open. Ben je tevreden over de belangstelling, over de deelnemers? We zijn altijd tevreden over de belangstelling. We moeten rekening mee houden dat er 6 toernooien Pro Tour zijn. Dus niet alle spelers kunnen alle 6 toernooien meespelen. Maar ik vind de opkomst best heel positief. Ja. Hoeveel buitenlandse spelers doen mee, Geert? Oh, dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten. Ik weet dat er ongeveer 6 of 7 nationaliteiten meedoen. We hebben de beste Ierse jongen die hier is, McKeldoff. We hebben dan 2 Amerikaanse dames. We hebben de Belgische top die hier aanwezig is. En de Nederlanders hier. En Italië is mijn selectie van de federatie gekomen. Ja. Je hebt veel contact met de buitenlandse kaatsers. Willen ze graag naar Friesland komen? Maar de spelers die willen overal graag naartoe gaan. Hè. De Pro Tour Tournament is heel belangrijk voor die spelers. Zeker als je met die ranking systemen gaat werken. Dus ze gaan natuurlijk selecties maken en welke toernooien dat ze doen. Maar België en Nederland is heel positief omdat het op 1 week tijd heb je 2 grote toernooien. Nu komen er steeds meer kaatsmuren in Friesland. We staan op een teller nummer 50 tegenwoordig, binnen- en buitenbanen. Wat vind je van het niveau van de Friese kaatsen wat betreft het muurkaatsen? Dat gaat alleen maar in stijgende lijn. En dat er zoveel buitenmuren gebouwd worden, kan alleen maar positief bekeken worden. Omdat je in de zomer ook gaat kunnen doorspelen. Het stoppen tijdens de zomerperiode is heel slecht voor het One Wall. Omdat je dan in oktober pas weer moet gaan oppakken. En we zien toch dat we daar bijvoorbeeld nog achterlopen met die Spaanse spelers. Omdat die eigenlijk 12 maanden door kunnen spelen. Maar ik zie het wel heel positief tegemoet, ja. Het is in de breedte in Friesland heel belangrijk dat er zoveel mogelijk deelnemers komen. Ja, dan gaat het eigenlijk alleen, Geert, niet om het top, maar ook om de breedte. Hè? Ja, dat klopt. En dat is alleen maar positief dat er zoveel muren komen. Hè. Je moet kunnen een sport, als je een sport wil populair maken, moet je de sport kunnen aanbieden en ook gratis aanbieden. En met die buitenmuren kan dat perfect. En ik denk dat het ideaal is voor die breedte sport, dat er heel veel kinderen gaan met One Wall beginnen. Ja. Internationale successen, vorige week de dames weer. Ja, dat heeft het team ook wel even nodig. Ja, dat hebben we zeker nodig. En Harmke en Annelien hebben het heel goed gedaan in het toernooi. Trouwens, België stond dit jaar qua niveau op het hoogste niveau. Van de topspelers die toch aanwezig waren. Dus hun overwinning mag heel hoog ingeschat worden. Hoe kunnen we verder de internationale successen, ja, buiten Miranda Scheffer om natuurlijk, meten? Hoe zie je dat, Nederland tegenover de rest van de wereld? Ik blijf het steeds zeggen, dat zij moeten gewoon meer internationale toernooien gaan spelen. Ik weet dat er hangt een kostplaatje aan vast, dat weet ik ook wel. Maar ze kunnen alleen maar sterker worden om daar naar het buitenland gaan toernooien te spelen. En dat is ook om de reden waarom dat die Engelsen nog hier komen, waarom dat die Spanjaarden nog hier komen. Want feitelijk hoeven ze dat niet. Spanje kan gemakkelijk in Spanje blijven, omdat er veel meer muren zijn dan hier, veel meer spelers zijn. Maar toch willen ze die internationale top tegenkomen om nog beter en beter te worden. Ben je tot nu toe tevreden hoe het hele proces gaat met het muurkaatsen? Maar dat was misschien wat een stroef begin, maar de laatste jaren zit de vaart erin in Friesland. Ik bekijk het alleen maar positief. Hè. Als ik zie toen ik hier in 2012 begon, van hoe weinig muren dat er waren. En tegen nu, jij zegt met 50, ik wist zelfs niet dat er al 50 waren. Dus dat kan al, ik denk dat, ik ben er zeker van trouwens, dat Nederland het enige land in de wereld is waar dat zoveel muren gebouwd worden. En het niveau van de kaatsen algemeen, wat vind je ervan zo'n dag? Van deze dag, ja, ik zie dat heel veel spelers progressie gemaakt hebben. En als ik dan kijk naar de club waar ik zelf meer in werk, bij Score Wallball Academie, we hebben 250 kinderen. En daar zie ik gewoon op 3 jaar tijd welke progressie die bepaalde kinderen gemaakt hebben. En zelfs kinderen die nu al keuzes gaan maken, omdat ze het gewone kaatsen verder doen, of het One Wall. En dat is alleen maar positief. Tevreden man ben je? Ik ben altijd tevreden. Bedankt. Graag gedaan.